Ja, eerst Bij wel een hangt het af van, customers. ja, maar welk niveau dat je inschiet natuurlijk. Hè. Bij een business heb je heel iets anders nodig dan bij een VC. Bij een customers, absoluut. Hè. Ik denk dat dat een heel belangrijke is. Product market Dat is fit, de eigenlijk. proof Dat is of. een heel belangrijke. Ja, maar ja, als je een proof of concept hebt waar dat mensen bereid zijn om te betalen, dat is al iets goed om die stap te zetten. Want dan weten mensen zijn bereid om met wat ik hier gebouwd heb geld te gaan uitgeven. En als je er één vindt, is een truc om er veel meer te gaan vinden. En dan kun je er iets rond bouwen. Uiteraard moet die markt groot genoeg zijn om er geld aan te kunnen verdienen. Maar dat is deel Maar van je analyse, wat. denk ik dan, hè? Allee, ja. Ja, maar wat ik tegen iedereen zeg, ik heb zo wel wat vrienden die nu beginnen met ondernemen. Vertel uw verhaal tegen zoveel mogelijk mensen. Echt geen schrik om het te vertellen, ze gaan u toch niet kopiëren. Bel een keer naar iemand die je kent die het al gedaan heeft. Ik krijg af en toe een keer telefoons. Ja, mag die een gast een keer bij u langskomen? Is het met een idee wat ik hierover spreken? Tuurlijk, iedereen is bereid om te luisteren en om te zeggen: kijk, doe het zo, zo of zo. En je krijgt heel gemakkelijk gratis advies die je in de juiste richting duwt. Ja, absoluut. Dat is trouwens ook nog een ander ingrediënt wat ons heel hard heeft geholpen. Dus je hebt paying customers, dat is één ding, een goed idee. Met het prototype en al een eerste werkende versie is ook vaak toch al iets, toch al een bepaalde verwezenlijking. Maar wat bij ons ook heel goed heeft geholpen is eigenlijk, dat klinkt een beetje oppervlakkig of een beetje hol, maar expertaandacht. Dus we hebben eigenlijk wat geluk gehad ook. In 2015 zijn we door Google Blackbox genomineerd. Mocht dan naar Silicon Valley, oh, een van de meest beloftevolle bedrijven van de wereld, bla bla bla. Ja, als je dat een beetje goed uitspeelt, en je kan daar de nodige buzz rond creëren, de nodige hype rond creëren, ja, dat is ook wel iets wat wel blijft hangen, hoor, en wat echt wel werkt om die credibiliteit omhoog te krijgen. Maar ik denk dat dat het Misschien belangrijkste is, nogmaals, dat hè. klinkt een beetje oppervlakkig, maar dat is wel iets wat gewerkt heeft. Ik denk dat dat 200% correct is. Hè. Als een bedrijf als Google u uitnodigt om te komen, then it means something. Misschien ook iets heel interessants. En ik kwam bij een investeerder langs. En hij had beslist dat hij ging investeren bij ons op 3 minuten tijd. En ik had eigenlijk mijn product nog niet uitgelegd. En mijn eerste slide die ik altijd presenteer is mijn team. En hij zei tegen mij: Frederik, ik investeer nooit in product, maar in mensen. Je kunt een fantastisch product hebben, maar als het een slecht team is, gaat het toch kapot. Maar als je een slecht product hebt met een goed team, gaat er misschien nog iets goed gemaakt worden. Dat is Wow, het dat was verhaal van zijn. Slack. Dat is, ik weet niet of je dat verhaal kent, Frederik, maar dat is ook zo waar is geweest. Je kent Slack, hè? Of niet? Ja, dus Slack, ik weet niet eigenlijk, ik weet niet of Geert, of jij dat misschien weet, wat Slack eigenlijk had moeten zijn. Nee, dat weet ik ook niet helemaal eigenlijk, Nee, maar wat het het hele was idee alleszins was. ergens iets. Ze hadden miljoenen opgehaald voor ergens iets te maken. En op een gegeven moment hebben ze gewoon tegen hun investeerders moeten zeggen. Ik weet niet over hoeveel jaren of hoeveel maanden dat het gaat, maar hebben ze op een gegeven moment tegen hun investeerders moeten zeggen van sorry jongens, alles is op. Het geld is er niet. We hebben alles verkwanteld. We hebben geen enkele klant of weinig klanten, of het is niet rendabel. Maar we hebben wel een hele coole chat-applicatie gemaakt voor onszelf. Wilt je dat misschien eens zien? En dat is dan eigenlijk Slack geworden. Uiteindelijk is dat net wat je zegt. Hè. Dus een goed team die iets gemaakt heeft voor zichzelf om het hunzelf hun leven gemakkelijker te maken. En wat uiteindelijk de hit van de afgelopen jaren blijkt uiteindelijk. Hè. Dus Maar het gaat met wie dat je omringt, hé. Want ik spreek in mijn geval, ik ben geen IT'er. Ik moet vertrouwen op mijn CTO, die waanzinnig goed is, die mij daar perfect in adviseert wat kan en niet kan, en die ik eigenlijk blindelings vertrouw. En eigenlijk de mensen, want alleen kun je het niet doen, hé. Dat is onmogelijk. En je moet juist de mensen met je omringen die uw fouten gaan wegwerken en die eigenlijk sterke punten worden, omdat je de juiste mensen op die plaats hebt. En daar kijken VC's absoluut en even business angels. Wie ben je en hoe omring je jezelf? Ja, wat is de kennis van je organisatie? Human capital.